De werkgevers, de bestaande werkgevers, moeten we niet naar luisteren. Want die nemen onze studenten niet meer aan. En begrijpelijk, want ze hebben geen geld en geen budget. Maar daar moeten we dus niet naar luisteren. We moeten naar onszelf luisteren. En wie wij zijn, wij als opleiding in Amsterdam bijvoorbeeld, of als universiteit of als hogeschool, waar staan wij nou eigenlijk voor? Wat is onze staf, waar wordt onze staf heel erg blij van om te doen als ze voor de klas staan? Nou, laten we daar onze identiteit op afstemmen. En niet een mailtje uitsturen naar de hele staf. Vanaf nu gaan we alleen nog maar berries. Of vanaf nu gaan we alleen nog maar twitteren of zoiets dergelijks. Of crossmedia of wat de hippe term dan ook weer is. Transmedia is het, geloof ik nu. Dus dat is mooi en dat is leuk. Daar moeten we het ook zeker over hebben. Maar dat komt na de discussie over waarom doen we dit in hemelsnaam. Het begint vaak met het formuleren van de visie die je als opleiding hebt op wat voor type journalist je de wereld in wil brengen. Als je dat niet uitgeëxerceerd hebt met elkaar als opleiding. Wij willen dat type journalist de wereld inzetten. En hier en hier en hier en hierom. Dan zie je dat zo'n opleiding gaat zoeken. En dat er dingen geprobeerd worden die dan ook heel snel weer afgeschoten worden. Er mist in die aansluiting mist er iets. De verwachting van het werkveld is, wij krijgen jonge studenten binnen. En nou, die kunnen allemaal, want die zitten allemaal op Facebook, hebben allemaal LinkedIn. Nou, dus daar kunnen we wat mee. Maar de omslag, hoe je dat moet inzetten, die instrumenten om goede journalistiek te bedrijven, daarin moeten ze begeleid worden. Ook datajournalistiek, daar moeten ze in begeleid worden. En dat heeft het werkveld tot nu toe niet te bieden. Een andere belemmering is dat het werkveld zelf ook niet zo goed weet waar het naartoe gaat. Dus je weet ook niet altijd wat je studenten moet meegeven om hen goed te kunnen laten functioneren. Ik denk dat een school van journalistiek autonoom moet in het beroepsveld moet staan. Dus zich niet gedragen, nog de reputatie moet hebben als een lakei, als dienstbaar aan de beroepsgroep. Het is samenwerken, het is wederzijds respect. Het is enorme toewijding tot het vak. Maar we zijn hier toch echt niet om mensen panklaar om honderden mensen op te leiden voor 2 of 3 baantjes. Dat is natuurlijk, dat geeft geeft het bedrijfsleven veel te veel macht. Want die kunnen maar door blijven gaan met redactiesaneringen. Want wij leveren wel kanonnenvlees aan.